I'm Gerard Boersma. I'm a Dutch realism artist. I paint people in modern cities, and welcome to my very first Kickstarter campaign. As a painter, I'm interested in painting people on the streets, in stores, public transport, or museums. Starry, starry night. Paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills. Sketch the trees and the daffodils. Gerard, je bent begin van de maand een Kickstart project begonnen. Kun je daar iets over zeggen? Jazeker wel. Ja, ik ben een Kickstarter project begonnen. Ik wil graag grote schilderijen maken, echt grote schilderijen. Ik maakte tot nu toe altijd realistische schilderijen, wel middelmatig groot. Maar het leek me echt te gek om eens een keer echt een hele grote te maken. En nou ja, daarom ben ik eigenlijk een Kickstarter project begonnen. En waarom ga je niet gewoon schilderen dan? Dat doe ik al. Maar zo'n grote, dat kost ontzettend veel tijd. Ik ben er zeker 4 maanden mee bezig. Nou ja, al die tijd zit je natuurlijk dan zonder inkomen. En het is ook zo dat de prijzen van zulke schilderijen natuurlijk enorm omhoog gaan. En het aantal mensen dat het kan kopen, plus het... Dan moet het ook nog maar net op die afbeelding vallen. Dat vond ik eigenlijk te risicovol om zelf te doen. Dus ik richtte mij vooral op middelmatige en kleine schilderijen via het internet. En dat liep wel aardig, maar het knaagt een beetje. Ik wil graag groot werken. Morning fields of amber grain. Weathered faces lined in pain are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me and how you suffered for your sanity. Nou vind ik dan, je zoekt 13.000 euro en als je dan 3 van die hele grote schilderijen maakt, dat is eigenlijk kopie. Nou, ik ben blij dat je het zo zegt. Ja, er zijn ook mensen die zeggen 13.000, dat is wel een hele hoop. Maar inderdaad, voor een jaar werken is dat helemaal niet zoveel. Maar ik wil het doel ook niet zo hoog zetten dat ik het zelf niet kan halen. Dus ja, ik heb uitgerekend wat het minimaal is. Want Kickstarter die heeft ook nog kosten en dat zijn nog andere dingen wat er ook nog vanaf gaat. Dus ja, dit is het minimale en daarvoor kan ik het doen. En het lijkt mij niet meer dan eerlijk dat ik dat dan ook vraag. 3 van die hele grote schilderijen, maar daar heb je dan ook nog een plan bij, hè? Ik maak dus heel veel schilderijen die ik verkoop via het internet. En nou, zo'n 90% ervan gaat naar Amerika. Daarvan zitten heel veel mensen ook in New York, maar ook in Los Angeles. Maar de schilderijen die ik maak, de stijl waarin ik werk, die is vooral ook in New York aanwezig. Dus en ook de galeries die dat werk verkopen, die zijn ook in New York. Dus ik wil ook proberen om met die 3 grote schilderijen daar een goede galerie te krijgen. I want to make masterpieces that truly leave a lasting impression on the viewer and future generations to come. For the next 12 months, it's my aim to create 3 large-scale paintings. The paintings will be 70 by 48 inch and I want to show them in a really good gallery in New York. Heel bijzonder vind ik ook de serie waar mensen inderdaad in hun eentje naar een schilderij kijken, waarin je ziet dat jij je hand niet omdraait voor een Van Gogh, een Warhol, een Matisse. Ja, ik zou ook een goede meester valse zijn, denk ik. Maar ook die serie is misschien wat luchtiger. Maar daar kijken mensen inderdaad naar schilderijen. Dat vind ik ook weer heel boeiend. Want je kijkt, als je naar zo'n schilderij kijkt, kijk je zelf naar iemand die naar een schilderij kijkt. En die dubbele lading vind ik erg leuk. Gaan we nog even terug naar de Kickstart. Hoe kunnen mensen jou supporten? Kickstarter geeft altijd hele moeilijke, ingewikkelde links. Dus het beste kan je gewoon naar mijn eigen website gaan. Dat is gerardboersma.nl. Ja, nou, voor wat hoort wat, hè. Dus als je iets doneert, dan verwacht je ook een leuke tegenprestatie. Doneren kan al vanaf 10 euro. Dan krijg je een digitaal boek. Tot wel 6.000, dan krijg je zo'n origineel groot schilderij. En van alles wat ertussenin zit. Je kan bijvoorbeeld zelf op het schilderij komen. Je kan je naam op schilderij op de achterkant krijgen, een kunstdruk. Nou ja, zo heb ik allerlei mogelijkheden bedacht om vooral toch ook dat je iets leuks overhoudt aan mijn project. Nou, ik wil in dezelfde lijn verder, dus die hyperrealistische schilderij van mensen in moderne steden. En nou, de eerste wordt een museumserie, eentje uit de museumserie.
En daarna wil ik, ja, of één in de winkel of op straat. Daar ben ik nog niet helemaal over uit, maar dat komt nog wel. Nee, heb je het geld nog niet bij elkaar, maar jeuken je handen daar niet om vast te beginnen? Ja, ik heb al een paneel liggen hier. Ja, dat jeukt wel. Maar ik heb ook andere dingen te doen. En ik moet nu ook eerst natuurlijk iedereen zover zien te krijgen dat ze mij ook willen helpen en of willen ondersteunen bij dit project. Dus daar ben ik nu heel druk mee bezig. Maar inderdaad, ik zie hem steeds liggen. Dus ja, ik wil wel heel graag beginnen, ja.